Hallo, ik ben Menno van Math with Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over eenheden van inhoud. In deze video ga ik laten zien hoe je kunt rekenen met eenheden van inhoud. We gaan eerst even een stukje theorie bespreken en daarna bespreken we een paar voorbeelden waarin we de theorie gaan toepassen. Maar eerst even een stukje theorie. En de theorie gaat over de afbeelding die je hier aan de rechterkant ziet. In deze afbeelding zie je alle eenheden van inhoud. Eigenlijk zie je hier twee rijtjes. En die rijtjes die lijken een beetje op de rijtjes die we in de vorige video's hebben besproken. Toen ging het over eenheden van lengte en oppervlakte. En dit is dus de laatste video in deze serie. En die gaat dus over inhoud. De rijtjes die lijken een beetje op elkaar, maar er zijn best wel veel verschillen. En die verschillen gaan we even één voor één doornemen. We beginnen aan de bovenkant. Nou, aan de bovenkant zie je drie eenheden. En die eenheden hebben allemaal een drietje. Dat drietje spreek je uit als kubieke. En dus staat hier kubieke meter. Hier staat kubieke decimeter. En hier staat kubieke centimeter. Nou verder zie je, onder kubieke centimeter staat cc. En cc betekent dus hetzelfde als kubieke centimeter. Je ziet ook staan hoe je van de ene naar de andere kunt. Als je naar rechts gaat, dan doe je keer 1000. En als je naar links gaat, dan doe je juist gedeeld door 1000. Je ziet dus. Ten opzichte van het rijtje met oppervlakte is er een extra 0 bijgekomen en doen we dus keer 1000 of gedeeld door 1000. Dat is zover de bovenkant. Maar verder zie je dat we aan de onderkant ook nog een rijtje hebben en daar is iets bijzonders aan de hand. Want je ziet een kubieke decimeter is hetzelfde als een liter en een kubieke centimeter is hetzelfde als een milliliter. Dus bij dat bovenste rijtje van de inhoud kunnen we nog een tweede rijtje maken en dat tweede rijtje gaat over de liters. Je ziet dus, dit is hetzelfde als dit, en dit is hetzelfde als dat. En daartussenin hebben we nog twee extra eenheden. Je kan dus van liter naar deciliter, dan naar centiliter en dan door naar milliliter. En binnen dit rijtje geldt, als je een stapje naar rechts doet, doe je keer 10, en als je een stapje naar links doet, dan doe je juist gedeeld door 10. En daarmee lijkt dit rijtje dus eigenlijk heel erg op de eenheden van lengte. Dat was over de theorie, en nu ga ik je laten zien. Hoe je met deze eenheden kunt rekenen. En ik ga dat doen aan de hand van een aantal voorbeelden. Bij de voorbeelden is de opdracht steeds vul in. En bij a staat 1200 kubieke decimeter is gelijk aan puntje, puntje, puntje kubieke meter. Nou, we gaan dus van kubieke decimeter naar kubieke meter. En dus gaan we van hier naar daar. Nou, als je hier een stapje naar links doet, dan moet je delen door 1000. En dus moeten we 1200 delen door 1000. Als je dat doet, dan kom je uit op 1,2. En dan heb je 1,2 kubieke meter. Dus, één stapje hier naar links betekent delen door 1000. En dan is dit het antwoord. Dan gaan we naar B. En bij B staat 120 cc is gelijk aan puntje, puntje, puntje deciliter. Nou, we gaan van cc naar deciliter. Nou, de cc die staat hier en de deciliter staat daar. En wat ga je dan doen? Nou, je ziet, een cc is hetzelfde als een milliliter. Dus. 120 cc is hetzelfde als 120 milliliter. Dus eigenlijk moet je van hier omrekenen naar daar. Nou, als je dat doet, dan doe je twee stapjes naar links. En ieder stapje naar links is delen door 10. Je gaat dus twee keer achter elkaar delen door 10. Dan krijg je dus deze berekening. Daaruit komt 1,2. En dus heb je 1,2 deciliter. Dus van cc kun je in één keer naar milliliter. En dan moet je dus twee keer een stapje naar links. Je moet twee keer delen door 10, dan kom je uit op 1,2 en dan heb je het antwoord gevonden. Dan gaan we naar C. En bij C staat 0,5 kubieke meter is puntje, puntje, puntje deciliter. Nou, we gaan van kubieke meter naar deciliter en dus gaan we van hier naar daar. Hoe kun je dat doen? Je moet dan eerst even een stapje naar rechts zetten naar de kubieke decimeter. En als je van kubieke meter naar kubieke decimeter gaat, dan moet je keer 1000 doen. Dus we beginnen zo meteen met 0,5 keer 1000. Nou, als je bij kubieke decimeter bent, dan is dat hetzelfde als een liter, dus dan ben je eigenlijk meteen hier. Je moet dan nog door naar de deciliter en als je een stapje naar rechts doet, dan doe je hier keer 10. Je doet dus eerst keer 1000 en dan doe je het antwoord nog eens keer 10. Je krijgt dan deze berekening en als je dat uitrekent, kom je uit op 5000 deciliter. En dan heb je het antwoord gevonden. Dus je gaat van hier eerst hierheen. Dan kun je naar liter en dan kun je naar deciliter. En dan doe je dus eerst keer duizend en dan nog keer tien. Dan krijg je dus dit en dan is 5000 deciliter het antwoord. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, D. En bij D staat 69.000 liter is gelijk aan puntje, puntje, puntje kubieke meter. Nou, we gaan dus van liter naar kubieke meter. Nou, als je van liter naar kubieke meter gaat, dan ga je dus van hier naar daar. Nou, als je bij liter bent, dan is dat hetzelfde als een kubieke decimeter. Dus eigenlijk zijn we al hier. Dan gaan we dus van hier daar naartoe en dan hoef je alleen maar te delen door 1000. We gaan dus delen door 1000, dan kom je uit op 69 en dus heb je 69 kubieke meter. Dus vanaf hier ben je al meteen daar. Eén stapje naar links is één keer delen door 1000 en dan is dit het antwoord. En op deze manier kun je rekenen met eenheden van inhoud. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Mart met Menno.